Maar ja. Een vatje hier, een vatje daar, zag je daar. Maar zijn er nog meer politicus die er uitspringen? Of is eigenlijk dat de enigste... Nou, laten we het niet over politiek houden, laten we het over vis houden. Laten we dadelijk hier even een lekkere schubkarpen vangen of een spiegel en dan zal het onze worst wel zijn. Ja, ik, is het. Ja, ik denk, ik dwaal af en toe af natuurlijk. Ja, dat is hartstikke mooi. Wij gaan er ook nog op in ook. Ja, zeker. Moeten ze, kijk, bij klagen, met gezonde benen, zie je dat? Ja, ze zijn wel stijf, zeg Gerard, maar ja, dat klopt ook. Hoor de merel op de achtergrond. Hoor de ganzen, ja, die doen eigenlijk wel een beetje te hard voor ons. Dan zie je, de zon zit lekker schijnen. Geweldig in de zon. Ja, en we hebben al een sterrens gezien. Ja, dus. We hebben zwaluwen gezien. Wat wil het nog? Ganzen. En reiger. Ik weet niet of jullie ook gezien hebben. Reiger is erover gekomen. Wat willen we nog mooi, jongens? Kijk, maar dan gaan we het een beetje over de toekomstmuziek hebben. Want wij gaan naar, zoals het gepland is, zoals het idee is. Ik weet niet of dat idee nog gaat veranderen. Gaan we in september rond die koers. Ja. Gaan we nog geen naar Jabeke, Kleinstrand of was het nou Kleinstrand, Toontje? Kleinstrand. Oh, oh, in september niet, ik denk in oktober. Hè? Dat wordt zelfs in oktober. Ja, 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 ja. Ik denk dat we 6 oktober gaan, is maandags. Een paar maakt allemaal gekke luiden. Slapen in het tentje niet te kou. 6 oktober, dat hebben we nog altijd gedaan. Oh. Want september ben ik op vakantie. En bouwden wij in september naar ik weet wel, maar ik zeg even niks. Hè. Kijk hoe hier achter komt. Naar Portugal, naar Lissabon. Lissabon. Lisboa. Lisboa. Ja, nou, wij zeggen hier Lissabon en hij hebben Lisboa. Lisboa, ja zeker Lisboa. Ja. Als je er aankomt op het vliegveld, staat er overal Lisboa. En ik ga volgende maand lekker naar de bergen. Kijk. Dus bergen, neem aan dat de Pyreneeën zijn, pa? Nee, dat zijn de Alpen. De Alpen, dat is Oostenrijk. Dat is Oostenrijk. En waar gaat Teuntje naartoe? Ik weet het niet. Kijk, we gaan weten. Ja, we zitten weer af te dwalen, want ik denk dat niemand geïnteresseerd is echt in waar wij op vakantie gaan. Onze vakantie zeker niet. Maar ja, misschien zou het visvakantie worden, dan wordt het een andere verhaal. Maar ik heb niet het idee dat de vrouwen zeggen van, mannen, neem de hengels mee. Ja, ja. Mijn hengels gaan mee. Oh. Ja, ja. Ja. Ik ga in Oostenrijk karpen vangen. En je weet het, hè? Overal waar ik kom, probeer ik de dumbbell uit. Altijd succes. Altijd succes, altijd ja. Altijd succes. Dus het is goed mogelijk dat die dumbbells die ik nou heb gegeven, internationaal gaan. Ja, dat kan. Want ik ga waarschijnlijk gaan we naar Duitsland. Ik kan er even niet op komen. Limburg aan de Laan. Limburg aan de Laan. Dus, ja, het zegt me allemaal niet zoveel mensen, maar goed. Dat is een eindje over de grens. Wij dwalen weer af. Nou, wij hebben dus een hele positieve en een, bij Holten werd de Teuntje meneer negatief genoemd. Nou, een spaar meneertje negatief. Ik denk dat we die bal wel kunnen kaatsen. Maar ja, wij zullen het straks zien. Als de vangst de moeite waard is, dan komt er op het eind nog een filmpje. Is het niks, ja, dan heb ik denk ik, kijk even naar de heren, dan hebben we weinig... geen puf in. Dan hebben we er geen fiducie en geen puf en ik weet allemaal niet van superlatieven. Dus ja, ik vind dat we nou ook al lang genoeg zijn eigenlijk bezig geweest, want... zoals je ook in Holden zag, Teuntje begint er aan zijn handen te klauwen. Ja, joh. Dat is meestal een teken van bouwen en schei uit met je filmpjes. Nou, dan gaat ze toch één ding. Dat is de rechterhand, mensen. Houdoes! Houdoes!